Het derde Decent Work Country Program voor Suriname voor de periode 2023-2026 is zo goed als af. Het streven is om in december het programma te ondertekenen en per 1 januari 2023 een aanvang te maken met de implementatie. Het concept van dit programma is op donderdag 10 november tijdens een workshop aan belanghebbenden voorgelegd voor goedkeuring. Hiertoe was een missie van de ILO Decent Work Team en Office for the Caribbean afgereisd naar ons land. Het ministerie van Economische Zaken heeft partners gevonden in het proces van de uitbanning van plastic voor eenmalig gebruik. 4 Rotary Clubs in Suriname gaan middels het Greener Together Milieuproject een bijdrage leveren aan het verbeteren van de ecologische voetafdruk van Suriname. Dit houdt in dat zij in publiek-private partnerschap gaan helpen met het verminderen en of vervangen van plastic voor eenmalig gebruik, correcte afvalbeheer, als ook verwijdering van plastic, aluminium en papierafval. Op 3 november is er een MOU getekend met onder andere de ministeries van Economische Zaken, ROM en Onderwijs. Het Bureau Gemeenschapsprojecten heeft afgelopen woensdag een nieuwe speeltuin geopend te Mariënburg-Kommerwijnen. Dit gemeenschapsproject en anderen worden uitgevoerd met de bedoeling diverse gemeenschappen te voorzien in hun noodzakelijke behoeften. De buurtbewoners hebben via de districtsraadsleden de behoefte kenbaar gemaakt aan de burgervader, die op zijn beurt financiering heeft gezocht voor het aanleggen van een speeltuin op het terrein van het Stafdorp.